We zijn hier in Rotterdam en ik hoop hier zo Mark de Gooyer te gaan ontmoeten. Hij is pionier in een buurthuis hier en wekelijks organiseren ze een kinderevangelisatieclub om kinderen bekend te maken met het evangelie. Mark hoopt hier ons meer over te gaan vertellen tijdens de toerustingsavonden. Hoi, welkom. Kom binnen. Het kinderwerk hier is echt leuk om te doen. Kinderen die uit de wijk hier op woensdagmiddag komen. En dan ontvangen we ze hartelijk. En het is best een vol programma. Bijbelverhaal vertellen. Een objectles. We doen spelletjes. En al die dingen hebben allemaal te maken met onze Bijbelse boodschap die we die middag aan de kinderen mee willen geven. En daarnaast hebben we ook nog gewoon lekker met elkaar tafelvoetballen, chips, een beetje relaxen en chillen. Dat vinden ze echt leuk om te doen en de kinderen komen hier ook graag. En wat ik helemaal mooi vind is wanneer ze na zo'n Bijbelles een week daarna terugkomen en ze zeggen, meester, ik heb gebeden om vrede in mijn hart, want daar ging het de vorige keer over. En ik voel nu echt die vrede in mijn hart. Ja, daar word ik warm van. En dat vind ik hoop eigenlijk dat het in heel Nederland gebeurt, in alle plaatsen. Je gaat het tijdens de avonden hebben over zegenrijk zaaien. Wat ga je ons vertellen? Op de avonden hoop ik met de mensen na te gaan denken van hoe kan je nu zegenrijk zaaien in het kinderevangelisatiewerk op hun plekken. En daarom hoop ik ook zeer veel mensen te ontmoeten waar we met elkaar daarover kunnen nadenken. Wat een prachtig en mooi werk gebeurt hier. Ook u mag het evangelie zaaien. Kinderen vertellen over de Heer Jezus en dat ze hem zo nodig hebben omdat ze anders verloren gaan. Dat er redding is. Tijdens de avonden hopen we hierover na te denken. Van harte welkom.